Jorge Antonio vroeg al 3 keer eerder een visum aan om de VS in te mogen reizen, maar dat werd in alle gevallen geweigerd. De acteur. Die in de film de vriend van hoofdpersonage Clio speelt, moest eerder ook al de persdagen van de film in Amerika missen omdat hij niet de juiste papieren heeft om het land in te komen. Producenten van Roma schreven verschillende aanbevelingsbrieven voor de acteur, maar dat hielp hen niet toen hij vorige maand de uitreiking van de Golden Globes wilde bijwonen. Jorge Antonio liet weten voor de Oscars toch weer een nieuwe poging te wagen. Roma-distributeur Netflix laat maandag aan People weten dat het de acteur deze keer gelukt is een bezoekersvisum te krijgen. Roma is grote kanshebber bij de Academy Awards, die op 24 februari worden uitgereikt. De film is genomineerd voor 10 Oscars.